De minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polak Bigli, heeft op 21 mei namens president Bouterse geparticipeerd in de Arabische Islamitische Amerikaanse staatshoofdenvergadering in Saoedi-Arabië. Suriname is lid van de Organisatie van Islamitische Samenwerking. De vergadering had als doel het aangaan van nieuwe partnerschappen om terrorisme te bestrijden en het bevorderen van tolerantie, veiligheid en stabiliteit tussen de lidlanden. De Amerikaanse president Donald Trump was de speciale gast op de vergadering. Minister Ildis Polak Bigli heeft ontmoetingen gehad met haar collega's van de Verenigde Arabische Emiraten, waaronder Libië, Bahrein en Nigeria. Daarbij zijn onder meer afspraken gemaakt over het aantrekken van investeerders. Verder heeft de Verenigde Arabische Emiraten ondersteuning toegezegd om hulp te verlenen bij de noodsituatie als gevolg van de overstromingen in ons land.